Op het moment waar we de vorige en de volgende functies hebben geschreven, kunnen we natuurlijk op die pijltjes drukken om die volgende en die vorige functies aan te roepen. Maar we kunnen natuurlijk ook op een andere manier die functies aanroepen. Bijvoorbeeld met het bedienen van, van je keyboard door de gebruiker. Dus we gaan nu keyboard events toevoegen. En dat doen we dan de volgende keer in het script. En die kunnen die functies worden aangeroepen. We gaan dus hier zo werken met toetsenbord events toevoegen. Dat is in dit geval het, een eigenschap van de browser die dat dan in ieder geval waarneemt. Document en dan een event listener. En die event listeners kunnen iets met toetsenbord te maken hebben. Dus geen klik of iets dergelijks, maar een key down of een key press of een key up. Een key up is eigenlijk het event waarbij je de gebruiker als het ware bewust een toetsenbord bedient. Vandaar de key up gekozen wordt. En in dat geval hebben we dus een event. En dat event dat gaan we dus dan verwerken. Dat doen we in dit geval met een anonieme functie. En dan kunnen we nagaan hoe dat event eruit ziet. En dat gaat met de keycode. En dat is dan dus een eigenschap van event. Event.keycode. En die moet dan aan een bepaalde waarde gelijk zijn. Die waardes kunnen we opzoeken. Daar is daar een referentie voor. Hier hebben we dan mogelijkheid om die te vinden. Hier zijn dus eigenlijk gezocht naar keycode reference. Met JavaScript en shardcodes zien te vinden. Een pagina gevonden hier. En daar kan je dat natuurlijk gewoon zo invullen. Als je hier dus de cijfer A invult, dan is het keycode 65. Maar als je dan bijvoorbeeld de backspace indrukt, is het 8. En als je het pijltje naar rechts intikt, dan wordt het right arrow. En dan is het keycode, de keycode is 39. Dus als die keycode gelijk is aan 39, dan kunnen we dus een volgende functie gaan aanroepen. Volgende. En dat is dan mooi gebeurd. Dan kunnen we kijken of dat ook werkt. We gaan hier zo naar onze pagina, we verversen deze. En dan staat hier een fout in, dus daar is een onverwachte een haakje openen op regel 39. Ja, want we hebben de if hier staan. En dat betekent, dat is dus de voorwaarde, moet hier tussen deze twee haakjes hier zo in staan. If keycode is gelijk aan 39. Oké. Dan hoort dit stukje aangeroepen te worden. Verse de pagina. En dan hebben we dus dit nu op dit moment niet. Ik klik op het pijltje naar rechts. En dan zien we inderdaad dat hij naar de volgende overgaat. We kunnen dat natuurlijk ook doen met de spatiebalk. Dus dan moeten we eerst even uitzoeken waar de spatiebalk voor een event is. Dus daar gaan we hier naartoe. En ik druk hier op dit moment op een spatiebalk. Die is leeg. Dus keycode 32. Dus dan kunnen we die gelijk zetten aan 39. Ik denk dat je die of zo kan neerzetten. E.keycode. Gelijk is aan 32. En dan verversen we de pagina. Druk op de spatiebalk, die gaat dus nu ook. En dan kunnen we natuurlijk ook kijken naar de andere kant op bewegen. Dus nu kijk ik hier nog een. De volgende moet daar niet plaatsvinden, maar we moeten dan kijken naar if. En dan e.keycode gelijk is aan de waarde die past bij de linkerpijl. En dan moet dus de volgende plaatsvinden. Dus dan ga ik weer naar JavaScript kijken. We drukken naar de linkerpijl en dan zien we left arrow 39. Dus dat is de waarde 39. En dan moet er dus iets gaan plaatsvinden wat er gelijk op die vorige. En dan is dan het vorige.
Dat gaan we dan testen. We verversen de pagina en we gaan naar rechterpijl. Hij doet het op dit moment nog even niet. Dus e.keycode gelijk is aan 39. Dat is dus, was 37. We verversen de pagina. We gaan dus naar de rechterpagina en zo naar de linkerpagina. Als ik nu nog een keer naar de linkerpagina ga, dan krijg ik een foutmelding, want we kunnen niet veel lager. Dus we moeten eigenlijk onze functie van vorige kunnen we dus eventueel gaan uitbreiden. Of we kunnen dus gaan werken met dat die event hier onder een voorwaarde moet gaan werken. De keuze is natuurlijk in dit geval gelijk. Daar kan je gelijk voor kiezen. Ik denk dat ik nu even ga kijken naar de vorige functie. Index wordt verlaagd. Maar dat mag je dus alleen doen als index dus groter is of gelijk aan 0. Die gaan we hier dus uitbreiden. We gaan kiezen voor een functie van als de index maar hoog genoeg is. If index groter is dan 0. Dan mag je hem nog verlagen. Als die gelijk is aan 0, niet meer. Dus als die 0 is, mag die ook niet index nog verlagen. In dat geval krijgen we dus de volgende functies. Volgende opdracht hier zo. De index afnemen en dan activeren index. Dus dan gaan we naar command X. Maar als dat dus niet het geval is, else, dan gaan we de index een andere waarde geven. Dat is dan de hoogste waarde. Index wordt dan gelijk gemaakt aan alle linkjes array.length. Min 1. En daarna kan je alsnog gaan activeren. Dat hoort er natuurlijk dan weer zelf weer even bij. Dus de index wordt dus of eentje afgenomen. Als die groot is dan 0. Als die gelijk is aan 0 of nog lager, dan wordt die gelijk gemaakt aan length min 1. Je kan ook zeggen van als die links 1 is. We gaan het even testen. Verversen de pagina. Pijltje naar rechts, gaat hij naar rechts. We gaan pijltje naar links, gaat hij naar links. Gaat het pijltje verder naar links, dan gaat hij weer terug naar de laatste waarde. Dus precies wat we hadden gewenst. We gaan hem natuurlijk ook zoiets dergelijks uitvoeren met de volgende. Ook hier moeten we controleren of de index niet al te hoog is. Want als ik dus nu het pijltje naar rechts kies, dan krijg ik nu dezelfde foutmelding. Want is hij te hoog en dan gaat dat niet werken. Dus we gaan hier kijken of we die index vorige en de volgende... Volgende ook nog eventjes kunnen kijken. Je kunt hier nog even comment neerzetten. De index mag nooit onder de 0 komen. Je kunt natuurlijk ook naar de hoogste waarde zetten. Maar je kan ook zeggen van anders gebeurt er gewoon niks. We kunnen ook het hele stukje eventueel weghalen. En dan heb je van ja, dat gebeurt alleen maar als je daar zit. Maar nu... In deze situatie zitten, kunnen we er ook voor kiezen om er dus wel iets aan te gaan doen. Dus we gaan hier nog weer een if neerzetten. If. En dan mag de index dus niet te groot zijn. Index kleiner dan... dat gaat op deze manier. Index kleiner dan alle linkjes array.length. Min 1. Dan zitten we dus onder het maximum. In dat geval gaan we dus over tot het verhogen van index. En anders, else, index is 1. Die is 0. Wordt gelijk gemaakt aan 0. Zo staat het netjes.
En daarna mogen we alsnog gaan activeren. We gaan dit eventjes testen. We verversen de pagina. We kunnen dus een pijltje naar of het toetsenbord indrukken. We kunnen ook weer terug en we kunnen ook weer helemaal terug. En ook daar kunnen we weer verder naar links. Dat gaat dus nog precies. We gaan verder naar het rechterpijltje. Nog een keer op het rechterpijltje. En dan gaat hij weer naar de 0 toe. We zijn erin geslaagd om dus ook nu met het toetsenbord onze one page te laten schuiven.